En ja, een mooie, leuke manier om toch weer in beweging te komen. Breda Nu. Je weet het meteen. In Zwembad de Wisselaar werd ook dit jaar weer het waterpolo-toernooi georganiseerd. Veel basisscholen deden in verschillende teams mee om de strijd wie het beste kon waterpoloen. Het was een leuke avond met veel enthousiaste kinderen. Vandaag is het scholentoernooi. Dus wij hebben heel veel verschillende scholen die hier vandaag een aantal wedstrijdjes komen spelen. En tegen elkaar, dus tegen verschillende scholen. En dit is vandaag de eerste dag en vandaag spelen groep 6 en 7 tegen elkaar. Dus het wordt nog vaker georganiseerd? Ja, volgende week zijn de groepen 4 en 5 die tegen elkaar spelen. En dan voor dit jaar. En we doen dit elk jaar, organiseren wij dit. En de hoeveelste keer is het? Is dit? Dit is de 11e keer ondertussen. Dus we hebben het al een aantal keer eerder georganiseerd. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Wij winnen al 2 wedstrijden en ik denk dat iedereen heeft plezier. Bent u hier al vaker geweest? Ja, dat is al volgens mij al vierde jaar dat ik meedoe, zeg maar, dat ik help ben. En u vindt het nog steeds leuk? Ja, zeker dan. Ja. Ik ben sowieso, ik werk met jeugd bij SBC Waterpolo afdeling. Dus dat is gewoon leuk. Ja. Waarom wordt dit georganiseerd? Vooral dat kinderen natuurlijk kennis maken met onze vereniging, kennis maken met onze sport. En ja, een mooie, leuke manier om toch weer in beweging te komen. Dat is toch iets wat heel veel speelt de laatste tijd. Dat de kinderen meer buiten moeten komen, meer moeten sporten. Dus dit is een mooie mogelijkheid dat wij onze sport kunnen laten zien en dat zij in beweging komen. Hebben jullie dit al vaker gedaan? Nee, ja, ik nog niet. Ik wel. Hoeveelste keer is dit? 2e. En je vond het zo leuk dat je denkt, ik kom terug? Ja. Wat voor scholen doen er mee? Alleen basisscholen dus. Vandaag 6, 7 en dat zijn scholen uit de Haagse Beemden, zoals Burgers Kroeten. Maar ook de Petrus en Paulus doet mee, Laurentius, de Zandberg. Een school uit de Heide, de Zonzeel. Nog een aantal. Dus we hebben in totaal 22 teams en volgens mij 8 verschillende scholen. Dus. En zie je nou ook vaker dezelfde kinderen terugkomen elk jaar? Ja, er zijn best wel veel kinderen die vanaf de groep 4, eigenlijk tot en met groep 7, elk jaar toch wel weer het zo leuk vinden om mee te komen. Dus we zien zeker vaak dezelfde kinderen weer terug, ja. Dus dat is wel leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.